35 keer per jaar wordt deze agressieve vorm van kinderkanker in Nederland geconstateerd. Dat is te weinig voor de overheid en de farmaceutische industrie om geld vrij te maken voor onderzoek. Toen wij met Joep in het ziekenhuis waren, toen moesten wij erachter komen dat er eigenlijk te weinig onderzoek plaats kon vinden naar deze ziekte. En dat deed pijn. Dus richtte Leontine Stijn met haar man Villa Joep op. Ter nagedachtenis aan hun zoontje, die overleed aan neuroblastoom. Toen hebben wij gezegd, nou, wij gaan daar veranderingen brengen. En dat doen we, ja, uit naam van Joep gaan wij wel zorgen dat er geld is voor dat onderzoek. Villa Joep is eigenlijk een voorzetting van mijn zoon Siebe. De ziekte en het overlijden van mijn dochtertje op een positieve manier in te zetten. De een is wel lotgenoot, de ander niet. En samen zijn we gewoon heel sterk. Dat er zoveel enthousiasme is onder de leden en onder de deelnemers, ja, dat geeft een enorm, enorm fijn gevoel. Toen nog geen idee van hoe we dat zouden gaan doen. En toen hebben we dat ook nog aan Joep kunnen vertellen. Dus we hebben hem beloofd om een winkel te beginnen. En een medicijn te gaan vinden voor zijn ziekte. Ja. En het lijkt er nu op, meneer Molenaar, dat dat is gelukt. Nederlands succes in de strijd tegen een agressieve vorm van kinderkanker. Een team van het AMC in Amsterdam heeft als eerste ter wereld de oorzaak ontdekt van het zogeheten neuroblastoom. Er zijn ontzettend veel terabytes aan data. En uit die data hebben we de afgelopen jaar de fouten gevonden die het neuroblastoom veroorzaken. Het bijzondere is dat nog nooit zoveel DNA-materiaal uitputtend is onderzocht. Het was simpelweg niet mogelijk. Nu het AMC weet waar deze vorm van kinderkanker ontstaat, begint ook de speurtocht naar een medicijn. Dit maakt het mogelijk om heel gericht naar nieuwe behandelwijzen te gaan zoeken. Het is natuurlijk waar alle vrijwilligers en ouders en ambassadeurs hun tijd insteken om dit voor elkaar te krijgen. En ik denk dat we heel erg trots mogen zijn dat zulke toponderzoekers in Nederland hebben. Ja, waarvan wij het weer mogelijk kunnen maken dat zij het onderzoek doen. Dat Villa Joep, de ondersteuning van Villa Joep, inderdaad een groot verschil heeft gemaakt. We zijn voor ons onderzoek voor een groot gedeelte afhankelijk van fondsen. En waar staan we nu? U natuurlijk en de uwen in het onderzoek. Bent u al zover dat u zo'n cocktail kunt maken? De LIN28B-gen, daar zijn we nu mee bezig. Het nieuwe medicijn wat we daar gebruiken is echt nog experimenteel. Laat ik zo zeggen, er zijn middelen die eraan komen die getest gaan worden. We moeten naar de volgende stap toe. We moeten die medicijnen ontwikkelen. En hoe meer we over de ziekte weten, hoe sneller en hoe beter dat kan. Ik denk dat het zelfs zo is dat ik mee ga maken dat er een oplossing komt voor neuroblastoom. En tot zo lang ga ik door en geef ik niet op. Eén heel belangrijk, die ziekte moet de wereld uit. Dus dat doen we met z'n allen. En zolang die ziekte de wereld niet uit is, gaat Villa Joep aan mij rekenen. Onze dank is werkelijk heel erg groot. Het is echt fenomenaal en van hele grote klasse wat jullie presteren.